In tijden van recessie en crisis zou je het niet zeggen, maar volgens trendwatcher Ajit Bakkas ligt een nieuwe gouden eeuw wel degelijk binnen handbereik. Maar er zijn wel flinke aanpassingen voor nodig. Hij schreef erover het boek De Staat van Morgen. Ajit, goedemorgen. Goedemorgen. Prachtig in pak natuurlijk en mensen zien het niet eigenlijk weer jammer, hè? Met een kleurrijke das ook en een Porsche, bijna altijd. Hè? Ja. Zelfs als je op de radio bent. Ja, alleen de vorm maakt de verpakking tot iets dwingends. De geruchten zijn dat je het in bed ook aan hebt. De geruchten zijn wat? Dat je het in bed ook aan hebt. Ja. Maar zo ver gaat het niet. Nee, niet waar. Kom maar kijken, zou ik zeggen. Nee, ja. Een optimistische visie in het boek. Hè. Als we nu eens om ons heen kijken, dan gaat het niet goed met de economie. Maar voordat we de kentering krijgen, ziet u ook de eurozone. Of zie je die uit elkaar vallen, de eurozone. Dat is een hele harde voorspelling, want dat zie je snel gebeuren. Ja, ik schat in dat in 2014, 2015 Duitsland de stekker eruit trekt, omdat ze het dan mooi genoeg vinden. Het zijn lang genoeg Sinterklaas geweest, dus over. Het gaat vooral om Duitsland. Hè? Duitsland ondervindt de grootste problemen nu eigenlijk van de eurozone. Omdat ze zien, wij moeten steeds de kar trekken. Wij doen het goed, de anderen niet. Wij hebben wel moeilijke maatregelen getroffen, anderen doen het niet. Precies, en dan denken ze, ja, we kunnen wel doorgaan, maar dat werkt dus niet. En we weten, er zijn in de geschiedenis 150 keer eerder muntunies geweest. We weten dat het alleen lukt als je al die landen fuseert tot één land. De Verenigde Staten van Europa. Dat heeft Duitsland nu ook voorgesteld. Hè? Dus zeg feitelijk, dan moet je naar de politieke unie toe. Een muntunie en een politieke unie kan alleen maar samengaan. En anders niet. En dat weet iedereen ook wel, maar dat is 150 keer eerder bewezen. Dus dat is allemaal niet zo nieuw. De geschiedenis herhaalt zich, alleen de vorm is wat anders. Maar wil je dat doen, dan moet je meerderheid halen in al die parlementen. Referendum, grondwet wijzigen. In Duitsland hebben we nog een gerechtshof dat daar ook nog wat over moet zeggen. Dat gaat je nooit lukken. Probeer in Nederland de meerderheid te krijgen in de bevolking voor een fusie met Griekenland. Dat gaat niet gebeuren. 2000 jaar geleden schreef de Romeinse keizer al: de Grieken betalen nooit belasting. Griekenland gaat nu voor de zesde keer failliet sinds 1830. Nothing new. Dus dat gebeurt dus niet. Of dan moet je de democratie afschaffen. Ik weet niet of de eurofielen dat willen, maar dat mag ook. Toch is het boek geeft een hele optimistische boodschap. Namelijk, een nieuwe gouden eeuw is nodig. En er moeten grote hervormingen plaatsvinden. Kun je er een paar noemen? Daar gaan we zo meteen ook over de namen praten die hervormingen voorstellen. Maar noem er eens een paar. Nou, je moet natuurlijk, kijk, een aantal dingen zijn bekend. Hè. De woningmarkt moet je hervormen. Het financiële stelsel moet je hervormen. Europa is 40% overbankt. Het is helemaal niet erg als de Spaanse banken failliet gaan. Helemaal niet erg. Dan komen er weer nieuwe Chinese banken voor terug. Helemaal niet zo erg. En zo zijn er veel meer van dat soort dingen. Je moet veel meer ingrijpen op de arbeidsmarkt. Veel meer ondernemerschap. Bestemmingsplannen allemaal omgooien. De overheid kan zelfs 50% goedkoper. En het is geen cabaret natuurlijk wat hierin staat. Het is waar, het is onderzocht. Dus ik wil wel weten hoe dat kan. Nou, het aardige is, hè, in het boek staat het plan om de gemeenten, provincies en waterschappen te fuseren tot 50 stadstaten. Ja. Dat is grappig. Dat plan is 4, 5 jaar geleden bedacht door de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Werd afgeschoten 2 jaar geleden op het congres van de VNG door zijn achterban. Afgelopen woensdag presenteerde ik dit op het congres en kreeg een staande ovatie. Ja, bij VNG, bij diezelfde de mensen allemaal. Bij diezelfde mensen. Dus dat geeft wel het positieve aan dat er een evolutie in hun denken plaatsvindt, dat ze dat nu zien. Iemand als Bernard Wientjes, baas van VNO-NCW, zegt ook in dit boek, ja, Bakkas heeft gelijk, die kant moeten we op. En dan wordt het veel goedkoper. Ik heb er ook onderzoek gedaan, hè. Dat is vergelijken met PricewaterhouseCoopers, een vergelijkende studie in Europa. En dan zie je dat Nederland per hoofd van de bevolking de meeste beleidsambtenaren heeft van heel Europa, zelfs meer dan Griekenland. Wat doen al die mensen? Nota schrijven, elkaar tegenwerken. Ik sprak een gemeentesecretaris, die zegt, een derde van mijn ambtenaren zijn fantastische mensen. Kun je de oorlog mee winnen. Ja. En 2/3 is lui, laks en haat de burger. En houdt mijn 30% op, zodat ze niet aan hun werk toekomen. Waarom ontslaan we ze niet? Wat doen we er allemaal mee? Dat zijn gigantische verhoudingen. Ik bedoel, als het echt om 1/3 die het goed doet gaat en 2/3 die het slecht doet, dan kun je inderdaad met een veel kleinere overheid toekomen. Zeggen de gemeentesecretarissen zelf. Hè? Want ik heb het daarna voorgehouden aan andere gemeentes. De vroegere gemeentesecretaris van Amsterdam, Erik Gerritsen, zegt zelf in dit boek, ontsla er 3/4, je hebt er niks aan. En daarom zeg je ook in het boek, samenwerking tussen het bedrijfsleven en die vernieuwde, slankere overheid, dat is iets waar we naartoe moeten. En dan verwijs je ook naar landen waar dat bestaat, wel eens op een andere manier, maar inderdaad Zuid-Korea. Zuid-Korea bijvoorbeeld krijgen bedrijven als Samsung en Hyundai alle hulp van het bedrijf, van de overheid. Er is ook een wisseling. Mensen, bazen van Samsung worden ook wel eens directeur-generaal op het ministerie. Kan allemaal prima. Maar in ruil daarvoor moeten de bedrijven zorgen voor volledige werkgelegenheid. Dus zij exploiteren ook de sociale werkplaatsen. Daardoor is het ministerie van Sociale Zaken in Zuid-Korea veel kleiner dan hier. En of kijk, linksom of rechtsom, die bedrijven betalen toch, want die betalen belasting. Je noemt het in het boek nieuw staatskapitalisme. Zoals anderen dat ook zeggen als het over Zuid-Korea gaat. Maar die kant zouden dus op moeten, wel eens over een iets andere vorm. Maar dat is dan de blauwdruk. En het grappige is dat zelfs een liberaal, als oudste staatssecretaris Annette Nijs, die van de VVD, daar nu ook voor pleit, ook in ditzelfde boek. Ik vind dat buitengewoon geestig hoe
hoe mensen die vroeger elkaar bestreden het nu eens zijn. In het boek zeggen Jan Marijnissen van de SP en Frits Bolkestein van de VVD hetzelfde over de euro. Kijk, ik vind dat geestig. Wordt heel interessant inderdaad. Want wie staat voor op het boek? Niet alleen Ajit Bakkers, uiteraard de trendwatcher des vaderlands, maar daaronder staat Jan Marijnissen. En daar staat er dus boven ingeleid door huissocialist Jan Marijnissen. Hij noemt zichzelf ook zo, de huissocialist in dit geval van Ajit Bakkers. Ja. Jullie hebben een interview, daar opent het boek mee. Je kent hem al heel lang, Jan Marijnissen. Ja. Een verrassende combinatie ook, hè? Ja, want jij bent, laten we zeggen, wat rechtser georiënteerd. Nee, zie je niet. Schijnt zo te zijn. Nou, je hoort wel eens van niet aan mij af. Je hoort zo wel eens van die dingen. Aan de diamant aan mijn vinger moet je de SP-gehalte zien. Maar hoe is het mogelijk dat jij en Ajit Bakkers en Jan Marijnissen door één deur kunnen? Nou ja, ook kijk, als Jan Marijnissen en Frits Bolkestein door in deur kunnen, dan kunnen je. Maar ik vind het ook een hele leuke man. Het is ook een Bourgondische Brabant, het is een leuke man. En het grappige is, Marijnissen, daar begon het ook mee, was de enige in de Tweede Kamer die toen tegen de euro stemde. Die zegt, jongens, dit gaat niet goed. Marijnissen zegt ook in het interview, ik vroeg nog aan Gerrit Zalm, bewaar die guldens nou, misschien hebben ze nog een keer nodig. Nee, moest allemaal weg. En hij legde het ook uit dat het hele debat over het afschaffen van de gulden een half uur heeft geduurd. Een half uur, ongelooflijk. Ja, ik vond dat die man veel meer goede visies had. Maar het interessante is dat het inderdaad, zoals je zegt, voor een deel overeenkomt met de visie van Bolkestein, die ook een uitgebreide column heeft geschreven in dit boek. En daar gaat het over, beide zeggen, zo'n muntunie is mooi, maar dat kan alleen maar als het samengaat met een politieke unie. Waarom moet dat per se samengaan? Omdat, dat heeft vooral met emotie te maken. We zien het ook in Amerika. Toen de Amerikaanse staten fuseerden, namen de rijke staten, zoals Carolina, de schulden over van de armen. En in ruil daarvoor kreeg Carolina de hoofdstad Washington op zijn grondgebied. Dus die armen hadden wat in te brengen. Maar wat hebben de Grieken in te brengen? Niks. Zelfs de Acropolis hebben ze niet gebouwd. Hebben de Italianen gebouwd. Op Sicilius prefab er naartoe gedaan gestapeld. Niks. Dus we hebben er niks aan. Maar wat je dus ook ziet, is dat dat dan alleen op die manier werkt. Het heeft met gunnen te maken. Als wij arme mensen in Oost-Groningen wat geld moeten doneren, dan zeggen ze, zijn ook van ons. Maar als wij arme Grieken geld moeten geven, die op hun 40ste met pensioen gaan, dan denken we, hoezo? Dat willen we niet. Je gunt het mensen van jezelf. Dus als je één land en één volk bent, dan gun je het elkaar. Daar legt Jan Marijnissen over de nadruk ook op. Hè. Dichtbij is belangrijk en je wil een beetje overzicht in je leven houden. Dat speelt een grote rol. Aan de andere kant hebben we ook te maken met cosmopolitische wereldburgers. Jij bent er zelf één van. Voortdurend op reis en moet je kijken. Het boek is geschreven in, en dat staat er altijd, er zijn heel veel landen genoemd en heel veel steden genoemd. Het is in Lima geschreven, in Amsterdam. Nou, noem maar op, ik kan het zo niet vinden. Maar je gaat overal naartoe. Ja. En toch kiezen voor dichtbij. Maar in Lima hoef ik toch ook niet met de euro te betalen. Daar heb ik een lokale peseta. En de computer en mijn smartphone doet het wisselen. Heel veel mensen, kijk, dat is ook het punt. Hè. De Britse koningin Elisabeth heeft vorig jaar het Britse genootschap van economen bezocht. En ze verbaasde zich in haar speech over het feit dat economen de afgelopen 100 jaar vrijwel nooit gelijk kregen met hun toekomstvoorspellingen. Kijk ook nu over de euro. In de jaren 80 was er niet één econoom die ervoor pleit. Nu ze roepen bijna alle economen, zo fantastisch, zo geweldig. Dan kom ik in de IT-industrie. Die zeggen dat de flauwekul, al die computers doen het omwisselen. Niks aan de hand. Als het nieuwe Deutsche Reichsmark komt, wisselen we dat één op één met de nieuwe gulden. Als je het boek leest van jou, de staat van morgen, dan denk je, wacht even, we gaan ook naar de hele nieuwe wereld sowieso toe. Mensen moeten zich ook massaal gaan omscholen, schrijf je. Dat is ook belangrijk. Waar moeten ze overigens heen? Wat zijn goede werkterreinen? Nou kijk, als je dat nu ziet, hè, 90% van de banen in het jaar 1900 zijn een heleboel, van alle banen die er nu zijn, bestond 90% nog niet in het jaar 1900. Allemaal bijgekomen. Heel veel banen komen rondom de internetindustrie, maar ook in de ambachten. Grote tekorten in IT, grote tekorten aan techneuten, maar ook een loodgieter verdient nu al meer dan een jurist. Maar wij willen niet dat onze kinderen loodgieter worden. Laat ze weer met de handen gaan werken. Al die VMBO's, al die ROC's met al die idiote pretstudies. Dat stoere arbeiders moeten weer door de straten marcheren. En daar is Jan Marijnissen. Ja, dat is inderdaad SP-taal. Van Ajit Bakkers, kun je nagaan. Maar hier schrijf je nog iets. Want, of all people, even een citaatje, was het VVD-icoon Frits Bolkestein die onlangs meldde dat hij het eens was met de SP dat er een plafond zou moeten komen voor bankierssalarissen, omdat bankiers in loondienst zijn en geen gewoon ondernemersrisico lopen. Bolkestein verklaart de euro dood. Steeds dichter worden ze bij elkaar gedokken, deze twee heren. Bolkestein en Marijnissen, SP en VVD. Maar je ziet dat dus ook. In verschillende gemeenten regeren ze ook prima samen. Maar het is ook zo. Moet je nagaan. He, vandaag, de ING kwam met een rapport dat het vreselijk zou zijn als de euro zou eindigen. Nu is bekend dat de ING heel veel heeft belegd in vastgoed in Spanje. Wisten ze toch al 10 jaar. Het ABP draait slecht, omdat het ABP zoveel heeft belegd in vastgoed in Spanje. Vorig jaar nog heeft het ABP zijn belegging in vastgoed in Spanje verdubbeld. Allemaal individuele mensen in loondienst die foute beslissingen hebben genomen. De hoge salarissen zijn hoge bonussen opstreken. En nu de rekening parkeren bij de belastingbetalers. Zijn we helemaal gek geworden. Over een tijdje bestaat links en rechts niet meer, schrijf je ook in je boek. Dan gaat het over hybride. Dan ben je dus ook niet meer rechts, dan ben jij hybride. Dan is het allemaal bi.
Dat doet het leven winnen. Dat is toch een leuk perspectief, Paul. Dat is helemaal een leuk perspectief. Ja, zeker als je ziet wie de man is die hierna gaat komen. Ja, de toekomst is bi. Ja. Kees de Kort, hè, dat is echt de hele positieve econoom die zometeen dingen mag gaan roepen. De macro-econoom gaat die zeker doen. Maar SP en VVD samen, waar ga jij op stemmen als ik vragen mag? Ik moet daar nog eens even over nadenken, maar ik denk VVD. Toch nog wel, ondanks dat we leven nog niet in een hybride maatschappij. Maar de VVD heeft altijd een hele sterke eurosceptische flank gehad. Hè? Onder Bolkestein zeker. Dus ik hoop dat die nu ook weer een beetje terugkomt. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Schrijver van het boek De Staat van Morgen. Hoe de ondernemersdemocratie Gouden Eeuw 2 mogelijk maakt. Schrijver Ajit Bakkas, trendwatcher en schrijver dus van het boek. Dank je wel.